Teflon is ongetwijfeld een van de meest gebruikte materialen voor wegverharding in de wegenbouw. Het wordt gemaakt door asfaltcentrales, zoals hier in Gouda. En daarna wordt het met geïsoleerde vrachtauto's naar de verwerkingslocatie gebracht. Asfalt is een warm product dat volgens recept wordt gemengd uit verschillende grondstoffen. Asfalt is eigenlijk een combinatie van zand, steenslag, vulstof en bitumen. En dat gemengd in bepaalde verhoudingen geeft dan een bepaald soort asfalt. Als er wat meer zand in zit, dan zeggen we ja, het is voor de deklagen. Zit er weinig zand in, is het vaak zo op. Ja, en dan hebben we nog asfalt voor onderlaag, tussenlagen, steenmastiek, fabrieksterreinen. We maken ook warm bereid koud asfalt hier voor de polderwegen, wat flexibel is, wat ook zeer geschikt is. En zo maken we ja, ongeveer 100 verschillende soorten asfalt. Ook verschillende rood asfalt, blauw hebben we wel eens gemaakt, geel asfalt met schelp hebben we wel eens gemaakt. Er zijn een hele hoop soorten en mogelijkheden in asfaltland. In Nederland staan asfaltcentrales op vaste locaties, zodat er altijd transport nodig is om het product naar het werk te brengen. Dit vervoer stelt speciale eisen aan de vervoerder en het materieel. Wij zijn een keepervervoerder die landelijk in binnen Nederlandse grenzen opereren. En wij doen vooral in de wegenbouw, maar daarnaast ook wat vervuilde grond en andere werkzaamheden wat, wat per keeper gebeuren kan. Wij zijn gespecialiseerd in keepervervoer. En zoals het een goede specialist betaamt, gaan zijn experiment niet uit de weg. Een mooi voorbeeld daarvan is deze nieuwe Scania met asfaltopbouw. Het is een vierassig chassis met twee gestuurde voorassen en een gestuurde naloopas met lift. Er is gekozen voor een P-cabine die uitstekend past bij dit soort werk. Bijzonder detail van de asfaltopbouw is deze transportband. We hebben een nieuw systeem, een auto met een horizontale manier van lossen, een lopende band. Het voordeel van een losbandsysteem is, je hebt geen beperkingen in de lucht. Zoals viaducten, portalen, boomtakken. Je kan eigenlijk overal lossen en geen probleem met verkanting. Als je scheef staat te keepen, dan is er risico op omvallen. En dat heb je in dit geval niet. Je kan altijd in alle tijden lossen, al sta je verder in de verkanting. Een ander voordeel is de grote wendbaarheid en natuurlijk de kleine draaicirkel die door de drie gestuurde assen is verkregen. Vooral voor locaties met niet te veel manoeuvreerruimte is de nieuwe truck een ideale oplossing. De opbouw is goed geïsoleerd om het asfalt op verwerkingstemperatuur af te leveren. De weeromstandigheden en rijafstand hebben daarop een belangrijke invloed. De temperatuur van asfalt dat schommelt tussen de 180 en 200 graden. En dat is tot minimaal 120 graden verwerkbaar. In Nederland is de temperatuur van asfalt gemiddeld hoger dan in het buitenland. Vandaar dat het ook lang duurde voordat er een band geschikt was voor deze temperatuur. Ook voor het asfalteerproces biedt de band pluspunten. Ja, je kan met dit systeem perfect doseren. Als je een heel klein beetje eruit moet draaien, is geen probleem. En met een keeper doe je de keeper omhoog en dan komt in één keer een heel stuk lading eruit. Dit gaat veel gedoseerd. De losband wordt hydraulisch aangedreven door de PTO van de truck. En de chauffeur kan de band vanuit de cabine of op afstand regelen. En wij zijn één van de eerste gebruikers. Er zijn er een paar nu op de markt. En de ervaringen zijn perfect op het ogenblik. Het voldoet prima. De vierassige Scania met 400 pk vormt samen met de speciale opbouw een ideale combinatie. Bij Millenaar wordt hij voornamelijk gebruikt voor asfaltvervoer. Maar ook voor andere losgestorte producten is deze truck prima geschikt. Meer informatie op onze website rtltransportwereld.nl.